Er wordt nu met de burgemeester gebeld. Spannend. Het is dus niet alleen wij die aan de onwetendheid zitten, maar ook de bezoekende gezelschappen. En ook de artiesten die nu nog thuis zijn en zich aan het omkleden zijn om straks deze kant op te komen. En die weten ook niet of ze gaan optreden vanavond. In het Haagse Zuiderstrandtheater gaan de voorstellingen voorlopig wel door. Er is goede hoop op een positief advies, anders is het einde oefening. Voor 30 man in een zaal van 1000, waar je ook maar 30 kaartjes kan verkopen, dat is gewoon niet te financieren. Dan sluiten we tijdelijk, ja. En ik ga er overigens vanuit dat dat niet het geval zal zijn. In Gouda krijgt de Gouden Schouwburg donderdagochtend bericht via de gemeente dat ze open mogen. Dat betekent dat wij in ieder geval tot 19 oktober, want zo lang loopt deze ontheffing, zeg maar, gewoon onze voorstellingen kunnen laten doorgaan zoals we op dit moment gepland staan. Dus dat we onze bezoekers die kaartjes gekocht hebben voor de komende weken kunnen ontvangen, omdat de max 250 bezoekers per zaal die aan deze ontheffing hangen voor ons geen verschil maakt met de huidige stand van zaken. Verwarring alom, want 's middags wordt dat weer tegengesproken door de veiligheidsregio Hollands Midden. De Gouden Schouwburg gaat in ieder geval door met de voorbereidingen voor de voorstellingen. Wat zal veranderen is dat onze medewerkers ook vanaf vandaag werken met mondkapjes. En wij ook onze gasten zullen verzoeken om zolang ze zich bewegen in de ruimte een mondkapje te gebruiken tot ze op hun plaats zijn. Ja, ik heb bericht. Geen handhaving vanavond, krijg ik net door. Dat betekent dat wij door kunnen bouwen, jongens. Maar dit is een oerkreet. Yes! Rijswijk en de andere gemeentes wachten nog op het definitieve besluit van de veiligheidsregio Haaglanden.